Wij bevinden ons aan de Duisburglaan bij het hoofdkwartier van de politie, waar wij een gesprek zullen hebben met hoofdinspecteur Humphrey Naarden. Bent u benieuwd naar het onderwerp? Blijft u afgestemd op Hof TV. We bevinden ons in de maand december. We weten allemaal, een drukke maand, vakantiegangers die hier zijn. Is de politie voorbereid op de komende drukte? Oh ja, zeker. Ja, we hakken al jaren met dit beltje. Dus we anticiperen steeds op de maand december. Want net wat u zelf heeft aangegeven, dat klopt. We hebben veel meer mensen in het land die zeg maar de jaarafwisseling komen vieren met ons. En welke voorbereidingen zijn reeds getroffen? Nou, dan moet u denken aan extra manschappen die we dus op het veld hebben. Zowel zichtbaar als een onzichtbaar, zeg maar. Dat zijn collega's die dus onopvallend surveilleren. Daar hebben ze dan geen politieuniform aan. Ze rijden niet in een pro-wagens, althans opvallende wagens zoals we die noemen. Maar dan in onopvallende auto's, ze zijn in burger gekleed. En ze rijden niet alleen maar ze lopen ook in de menigte. Dus daarvoor is gezorgd. Zij zijn meer repressief bezig dat als iemand iets doet dat niet mag, bij wet verboden is, zeker criminele activiteiten, dat zo iemand zeg maar sneller kan worden aangehouden. En de collega's in uniform, die zijn meer preventief bezig, maar ook repressief als ze moeten optreden, treden ze op. Maar het preventieve is belangrijk om te voorkomen dat mensen zeg maar op gekke ideeën komen om zaken te doen die dat veiligheidsgevoel in feite in ons land zeg maar negatief kan gaan beïnvloeden. En geldt dit voor elk uur van de dag? Want we weten dat de kwaaie jongens 's avonds, 's morgens, 's middags, ze zijn er elk uur van de dag. Geldt dit ook voor elk uur van de dag? Ja, de crimineel heeft geen tijd, hè, waar hij of zij toeslaat. En de politie, wij anticiperen ook daarop. Misschien hebt u gemerkt de afgelopen periode dat criminelen die overdag bezig zijn geweest om mensen te overvallen, dat ze vrij snel zijn aangehouden ook. Waarom? Omdat mijn collega's die onopvallend bezig zijn, die zijn op het veld. Dus wanneer vanuit onze centrale meldkamer die melding wordt doorgegeven van kijk, in zo'n omgeving heeft zich een beroeping voorgedaan of er is een beroeping gaande of een inbraak gaande, dat de collega's van de plaatselijke politie zelf, maar ook de collega's van onze bijstandsteams. Zo hebben we bijvoorbeeld in Paramaribo hebben we een RBT, dat staat voor een recherche bijstandsteam of regio bijstandsteam. Die zijn ook op het veld, dus dan werken ze gezamenlijk met de plaatselijke politie om zeg maar, de daden zo snel mogelijk aan te houden. En de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat het dus werkt. We hebben een aantal gevallen al waarbij criminelen kort nadat ze hun strafbaar feit hadden gepleegd, of terwijl ze bezig waren dat strafbaar feit te plegen, aangehouden zijn door de politie. Hoofdinspecteur Naarden, kunnen we het hebben over het verkeer? Want ook het verkeer is heel erg druk in deze periode van het jaar. Wat doet de politie hieraan precies? Ja, absoluut. Het verkeer is ook een aandachtspunt die we hebben. Omdat vanwege de drukte, je gaat meer verkeer op de weg hebben. Zowel auto's, bromfietsen, maar ook fietsers maken deel uit. En voetgangers maken deel uit van het verkeer. Dus ook daarop anticipeert de politie. Omdat de mensen die gaan surveilleren, ze gaan niet alleen maar surveilleren om erop toe te zien dat criminelen geen zaken wegrukken uit mensen hun handen of mensen gaan zakrollen, et cetera. Maar ze gaan ook letten dat de verkeerscriminelen ook aangepakt moeten worden. Dus foutparkeerders, mensen die op zodanige wijze staan geparkeerd of gesorteerd, die zullen ook worden aangepakt. Natuurlijk is het zo dat we vaak genoeg beginnen met het aanspreken van een persoon van meneer of mevrouw, u staat hier niet goed geparkeerd. Wilt u uw voertuig dan verwijderen? Als men zeg maar het bevel van de politie opvolgt, dan hoeft het niet per se zo te zijn dat we de mensen dus op de bond zullen slingeren. Maar er zijn sommige gevallen waarbij je als politie dus niet coulant kan zijn,
Maar dat je dus gewoon die bekeuring moet uitschrijven. Omdat sommige mensen zaken doen in het verkeer die echt niet door de beugel kunnen. En voor wat die mensen betreft zullen we een, wat we noemen, een soort van zero tolerance hebben. We gaan niet praten, we gaan gewoon bekeuren. Wij hebben ook de werksituatie aan de Zwarte Novenbroekstraat. Daar, ook daar op die kruising, zij werken de verkeerslichten niet. Op andere kruising heb je soms ook dat verkeerslichten buiten werking zijn. Zal de politie ook daar aanwezig zijn? Oh ja, en kijk, tot op dit moment lukt het nog om geen politie daar te hebben, heb ik gemerkt ook. Maar men mag verwachten dat met dus die verkeersdrukte die wij verwachten straks, dat indien nodig, we sowieso op alle kruispunten een politieambtenaren zullen hebben om het verkeer in goede banen te leiden. Wat dat betreft zijn de collega's van de verkeersafdeling in de startblokken om waar nodig gelijk zeg maar op te treden, waarbij als het nodig is dat er mankracht daar moet zijn, dat dus de mannen of vrouwen, want we boeken politievrouwen, dat ze dus daar zullen worden geposteerd om het verkeer in goede banen te leiden. Inspecteur, heeft u enkele tips voor de samenleving? Dan kunt u het hebben over het verkeer, maar vooral de veiligheid. Hoe kunnen ze voor hun eigen veiligheid zorgen? Bedankt voor deze vraag, omdat dit een heel belangrijke vraag is. Omdat jij als burger, jij bent ook verantwoordelijk voor je eigen veiligheid. Natuurlijk is de politie daar om ervoor te zorgen dat men veilig kan zijn, zowel in huis als daarbuiten. Maar de politie kan niet overal tegelijkertijd zijn. Dus men moet sowieso ook zorgen voor hun eigen veiligheid. En als we praten over de thuissituatie, zorg ervoor dus dat er geen hoogwiet is op je erf. Of als er een terrein is met hoogwiet en je weet wie de eigenaar is van dat terrein, maak contact met de persoon, spreek de persoon aan van kijk, je moet je terrein dus onderhouden, want het kan een schuil, een oord zijn voor criminelen. Als de persoon niet luistert, dan kan je altijd met de plaatselijke politie in contact treden. Het kan een buur zijn die misschien niet zo nauw neemt met het onderhouden van zijn of haar perceel. De meeste politiebureaus hebben een buurtmanager. Dus men kan de buurtmanager dus benaderen. Dat de buurtmanager dan de persoon zal aanspreken ten aanzien van het onderhouden van zijn of haar terrein. Verder is het zo dus dat wij de mensen ook vragen om ervoor zorgen dat als ze van huis gaan, dat ze erop toezien dat alle ramen en deuren goed zijn afgesloten. Toch? Dat ze geen hangslotje zetten voor een voordeur of een achterdeur, dat makkelijk kan worden stuk geslagen. Hun gascilinders goed beveiligen, want het zijn dat soort van dingen die criminelen ook makkelijk kunnen wegpikken. Dure schoenen niet buiten laten, zeker niet in de avonduren, zet uw schoenen binnen. Toch, als u dure kleren heeft en u heeft ze gewassen, probeert u om die dure kledingstukken ook niet buiten te laten hangen aan de waslijn, want die kunnen ook worden weggenomen. Dus dat soort van zaken wil ik dan aangeven ten aanzien van de thuissituatie. Als men naar bed zal gaan, laat men erop toezien dat alles goed afgesloten is. In de avonduren vooral, in feite ook overdag, is het zo dat men erop moet toezien dat men de voordeuren niet zomaar moet open laten staan. Vooral als je ergens woont waar het vrij rustig is, waar je geen buren hebt direct naast jou. Dat als je binnen bent, dat je de voordeur toch op slot doet. Je ramen kan je open laten staan, maar je voordeur moet je op slot doen. Omdat we gemerkt hebben dat je een paar brutale criminelen hebt die gewoon overdag mensen in woningen binnenrennen. Om die mensen dan te beroven. Dus het is altijd goed om op de kievieven te zijn. Om ook jouw voor- en achterdeur niet zomaar open te laten staan. Maar die ook af te sluiten. Toch? Vooral als je dus geen directe buren hebt of als er niemand buiten bezig is. Ten aanzien van het verkeer wil ik de mensen vragen om zich, dat is niet zo moeilijk, hou je gewoon aan de verkeersregels. Iedereen die een rijbewijs heeft, daarvan mogen we uitgaan dat de persoon weet hoe hij of zij zich moet gedragen op de openbare weg. Dus als vooral de automobilisten, bromfietsers en fietsers, hou zich aan de verkeersregels. Laat u geen kostbare spullen in uw auto achter. Toch? Zeker niet zichtbaar, want dat
werkt ook als een rode doek voor de criminelen. Want wanneer ze voorbij de auto's lopen, lopen ze ook met hun ogen en oren en alles. En als ze een tas zien liggen op de voorbank of tussen de twee voorste stoelen, gelooft u mij, dat is voor hun inspiratie om uw auto binnen te dringen. Dus kostbare zaken ook niet zichtbaar laten. Als uw auto ergens gaat parkeren, maakt u liever gebruik van een parkeerhaven waar er toch toezicht is. Of parkeert uw auto niet ergens waar er geen de aanloop heel een zwakjes is. Want dat zijn dus de plekken waar criminelen dus hun slag willen slaan. Ja, dat is zo'n beetje wat ik kan zeggen aan de mensen. En vooral tolerant zijn naar elkaar toe. Toch? Als je weet dat als je dus door zal rijden, dat je dus dat kruisingsvlak zal bezetten, waardoor het verkeer aan de andere kant niet door zal kunnen gaan, wat trouwens een overtreding is, waarop een boete staat, toch? Doet u dat niet, zodat het verkeer kan vlotten. Want soms zie je dat het verkeer vastzit, niet omdat het zo druk is, maar omdat iemand gewoon op het kruisingsvlak stilstaat. En hij kan niet naar achteren, niet naar voren. Waardoor je dan dus die filevorming krijgt. Dus als men dus de kruisingsvlakken zoveel mogelijk vrijhoudt, dan denk ik dus dat de verkeersstroom ook zal vlotten en dat we dan minder files zullen hebben in deze drukke dagen. Hoofdinspecteur, eenmaal u het heeft gehad over de boetes, dan kunnen we het misschien ook hebben over het persbericht dat de deur is uitgegaan het afgelopen weekend. Kunt u daarover iets meer vertellen? Het is namelijk zo dus dat ingaande 15 december... mijn collega's van de afdeling, dat ga ik ook nu even spieken, van de afdeling Automatische Nummerplatenregistratiesysteem, afgekort ANRS. Zij zijn ondergebracht op het politiebureau Latour. Zij zullen nu ook op de luchthaven aanwezig zijn om erop toe te zien dat vertrekkende passagiers die een boete hebben gehad en die boete niet hebben betaald en daarvoor veroordeeld zijn door de rechter, dat zij alsnog de boete betalen voordat ze het land verlaten. Want als men de boete dan niet betaalt, dan zal de politie geen andere keuze hebben dan om de mensen dan aan te houden en over te brengen naar een huis van bewaring waar ze hun straf moeten uitzitten. Omdat wanneer de rechter iemand dan een veroordeeld heeft tot het betalen van die boete, is het meestal zo dat, dat er ook een hechtenis aan die boete verbonden is. Wat betekent het? Als men de boete niet betaalt, dan kan de rechter beslissen van, kijk, je hebt bijvoorbeeld een boete van 500 SRD. Als je die boete binnen een bepaalde periode niet betaalt, dan moet je dan een week gaan zitten. Toch hechtenis. En als men dus die veroordeling op zijn of haar naam heeft staan en men betaalt die boete niet, dat betekent dat men dat aanvaardt, dat men dus gaat zitten. Dat betekent als je op de luchthaven aankomt en je hebt die boete niet betaald, dan krijg je nog de ruimte daar op de luchthaven van de politie om die boete alsnog te voldoen. Dus nog alsnog te betalen. Als je die boete betaald hebt, dan mag je dan vrijelijk het land verlaten. Maar als men de boete niet betaalt op dat moment, zal de politie geen andere keuze hebben dan de persoon aan te houden en rechtstreeks over te brengen naar een huis van bewaring waar de persoon dan in hechtenis genomen zal worden om dan die week of twee weken hechtenis uit te zitten. Dus de gemeenschap, het is u aangeraden om uw zaken te checken, ja. Anders kunnen ze het land niet uit. Dus. Ja, en wij zijn verder gegaan om niet alleen maar te zeggen van als je daar komt op de luchthaven word je dan aangehouden. Maar we geven de mensen die op vertrek staan en die twijfelen of ze wel of geen boete hebben gehad, dat wel niet hebben betaald, dat ze nog van maandag tot en met vrijdag op het politiebureau Latour kunnen gaan. Want daar is de afdeling onder gebracht om dan te gaan informeren één of ze een boete hebben, een uitstaande boete hebben. Als ze een boete hebben, kunnen ze dan gelijk voldoen daar. Als je geen boete hebt, nou, dan wensen we de mensen dan een goede reis. Maar in elk geval zorgen we ervoor dat we willen voorkomen in feite dat de mensen het land niet kunnen verlaten om op vakantie te gaan, omdat ze dus een boete niet hebben betaald. Daarop komt het neer.
Geldt dit alleen voor Surinamers die op vakantie wensen te gaan? Of is het ook voor buitenlanders die vertrekken of het land binnenkomen? Nou, ieder die het land zal verlaten en die een boete op zijn of haar naam staat, die zal die boete moeten betalen of in hechtenis worden genomen. Dat maakt niet uit of je nou Surinamer bent of niet Surinamer. Het moment, want ook toeristen huren hier auto's en rijden in het verkeer. Ook zij maken soms brokken, dus ook zij worden bekeurd. En zij moeten de boete ook betalen zoals wij Surinamers het moeten betalen. Wat dat betreft is de wet voor ieder die hier in Suriname vertoeft en die zich heeft zullen gemaakt aan overtredingen in het verkeer. Dus ook de buitenlanders zullen dan ook niet kunnen afreizen als ze de boete niet hebben betaald. Zullen zij ook worden meegenomen naar een huis van bewaring. En nu hoor ik mensen ook zeggen, oké, ik ga mijn vlucht missen. Ja. De kosten kan ik verhalen op het korps. Ja. Of bij het korps. Wat zegt u daarop? Dat zal niet kunnen. Wat dat betreft is het sluiten. Omdat door de boete niet te betalen, aanvaardt men dan ook het risico om in hechtenis genomen te worden. Wat dat betreft is de wet sluitend. Dus de politie is niet gewoon op een blauwe donderdag opgestaan en gezegd van dat gaan we doen. Nee, u weet, de politie is een werkarm van het Openbaar Ministerie. Toch? En in deze is er goede afstemming geweest met het Openbaar Ministerie. De zaken zijn uitgewerkt, dus het is sluitend. De verantwoordelijkheid voor het niet betalen van de boete, waarbij men dan veroordeeld is geworden, waarbij men dus een hechtenis heeft staan op zijn of haar naam. De gevolgen daarvan is geheel ten koste, zeg maar, van de overtreder. Dus men gaat de staat niet kunnen. Men mag het proberen, we zijn in een democratische rechtsstaat. Men mag een zaak aan gang maken, maar men gaat de case verliezen. Omdat we hebben ons huiswerk gemaakt in ondergeschiktheid aan het Openbaar Ministerie voor wat dit betreft. En wanneer gaat de periode in? Wanneer zal de afdeling daar op de luchthaven zijn? Vanaf de 15 december zal de politie op de luchthaven aanwezig zijn om mensen die de boete niet hebben betaald en die een hechtenis op hun naam hebben staan, om tegen die mensen op te treden, tegen die passagiers op te treden. En hoofdinspecteur, nu het verzoek aan u om een oproep te doen aan vooral de mensen die een openstaande boete hebben of gevonden zijn of weten dat ze een boete hebben die ze moeten betalen. Ja. Kunt u een oproep doen aan die mensen? Ja, ik wil een ernstige oproep doen aan die mensen dat ze hun boete voldoen. Omdat als je op de luchthaven aankomt, je bent al in een bepaalde stemming, je gaat op reis, toch? We weten Surinamers, we gaan meestal naar familie in Nederland. Dan neem je dan die pom mee, je neemt die pastei mee, noem maar op, je neemt groentes mee en zo. Wees u geen dief van uw eigen zak. Wees u ook geen dief van uw eigen vrijheid. Betaal de boete, want als u dat niet doet, zult u niet kunnen afreizen. En ook al zou je dan de volgende dag kunnen afreizen, zeg maar. Maar de zaken die men al gekocht heeft, die aan bederf onderhevig zijn, die ga je dan niet meer kunnen gebruiken. En ik zeg nogmaals, u gaat het niet kunnen verhalen op de staat. Omdat de wet duidelijk is. De politie in elk geval zal haar werk doen, omdat wij zijn de organisatie die ervoor moeten zorgen dat als de rechter iemand veroordeeld heeft, dat waarbij iemand dus een gevangenisstraf moet gaan uitzitten of een hechtenis genomen moet worden, dat wij dat moeten uitvoeren. En we gaan ons werk moeten doen. Dus nogmaals mensen, wees u geen dief van uw eigen zak of van uw vrijheid. Betaalt u die boete, zodat u vrijelijk het land kan verlaten. Maar bovenal rijdt u zodanig in het verkeer dat u geen boete krijgt.